komt een moment waarop alle voorbereidingen op onderdelen in elkaar gepast moeten worden. Alle plannen op een rij, compleet met berekeningen, resultaten van onderzoek, vastgelegde afspraken. Dat gebeurt in het ondernemingsplan, de basis van elke nieuwe onderneming. Dan is de tijd rijp om naar buiten te treden, om naar de bank, naar overheden te gaan. Instellingen die een goed doordacht en doorgerekend concept verwachten. Verder besteden we in deze aflevering aandacht aan personeel en verzekeringen. We hebben een ondernemingsplan gemaakt, omdat de bank er natuurlijk om vraagt, maar voornamelijk ook voor onszelf. Het is heel belangrijk dat je al je gedachtes op papier zet. Je maakt een soort richtlijn voor jezelf. En dat is na de start heel erg prettig, want je hebt alles al overdacht. Dus op dat moment kan je gewoon puur aan het werk gaan. En je hoeft niet allerlei problemen meer op te lossen. Want die heb je allemaal van tevoren overdacht, oplossingen voor gezocht, op papier gezet en gekeken of dat wel klopt. Een ondernemingsplan is eigenlijk een soort checklist, maar dan van tevoren. Wat was voor u het belangrijkste onderdeel van het ondernemingsplan? Het belangrijkste onderdeel van je ondernemingsplan is uiteindelijk de financiële kant. Is die in balans? Is het haalbaar? Dat is het belangrijkste gewoon. Ook op dit punt hebben we hulp gehad van de Kamer van Koophandel. Die gaf ons de informatie dat je volgens een speciaal starterstarief gebruik kunt maken van de diensten van een accountantskantoor. En de accountant van onze keuze heeft ons enorm geholpen met het maken van omzetprognoses en eigenlijk om de hele financiële kant van het ondernemingsplan op papier te zetten. Het maken van een ondernemingsplan is zeer wenselijk voor die ondernemers die succesvol willen zijn. Op de eerste plaats voor de ondernemer zelf, omdat in het verleden is bewezen dat bedrijven met een goed ondernemingsplan meer kans hebben op succes en meer winst maken als bedrijven die dit ontberen. Waar heb je dat ondernemingsplan voor nodig? Ondernemingsplan dient zeer vele doeleinden. Op de eerste plaats het scherp krijgen van de visie van de ondernemer. Met name voor zichzelf en als een afgeleide naar eigenlijk alle bronnen die hij gebruikt. Dat kan zijn de markt. Weten hoe groot de markt is, informatie hebben uit de markt over bijvoorbeeld de wijze waarop het product of de dienst gedistribueerd kan worden. Meer zicht krijgen op prijzen die gehanteerd kunnen worden en dat dan in een geheel marketingbeleid kunnen vertalen. Ook bijvoorbeeld op personeelgebied. Als je een visie hebt op hoe je onderneming zich zal gaan ontwikkelen door de jaren heen, is het ook belangrijk om te weten wat voor type mensen je nodig hebt. En ook bijvoorbeeld de aantallen mensen die je daarbij nodig hebt en in welke fase je ze nodig hebt. Zodat je dus eigenlijk ook volgtijdelijk kunt inplannen. Heeft het alleen een interne functie? Nee, het is ook heel belangrijk naar buiten toe. Bijvoorbeeld, hoe kom ik aan mijn geld? Heb ik voldoende geld zelf of moet ik geld lenen van de bank? En zo ja, en in welke orde van groottes? En vaak is het zo dat een externe financier het belangrijk vindt om te weten hoe het bedrijf eruit gaat zien, omdat hij niet alleen op vertrouwen op de blauwe ogen kan opereren, maar eigenlijk meer informatie nodig heeft en met name een goed zicht moet krijgen of hij vertrouwen kan hebben in die ondernemer. En als die ondernemer in staat is om zijn visie wat meer te, nou, zeg maar, inhoudelijk weer te geven, dan zal die financier ook bereid zijn om meer middelen ter beschikking te stellen. Een goed ondernemingsplan is denk ik van belang om twee redenen. De eerste reden is natuurlijk dat de bank die een krediet verstrekt, dat die een onderbouwing wil waarom ze dat krediet zou moeten verstrekken. Dus daar maken we een ondernemingsplan voor. Tweede is, en dat is ook heel belangrijk, voor de eigen organisatie. Met dat ondernemingsplan zetten we op papier wat we willen bereiken, dus het doel wat we willen bereiken en de manier waarop we dat willen bereiken. In de beginfase bijvoorbeeld hebben we gezegd, we willen producten met een hoge omloopsnelheid. Omdat we natuurlijk snel een bepaalde omzet wilden genereren om de kosten goed te maken. Op dit moment staat er in het ondernemingsplan, willen we met bepaalde productgroepen, willen we bepaalde marktsegmenten bereiken, willen we een bepaalde omzet bereiken met bepaalde producten. En uiteindelijk staat er natuurlijk een totaal financieel doel in dat ondernemingsplan. Hebt u in uw geval uw ondernemingsplan moeten bijstellen? Ja, we hebben ons ondernemingsplan moeten bijstellen.
op verschillende dingen. Een belangrijk onderdeel was bijvoorbeeld dat we sneller groeiden als we in eerste instantie verwacht hadden. Dat schept natuurlijk bepaalde mogelijkheden en dat zorgt ook dat je doel even anders komt te liggen. Dus je past dat aan, financiële doelstelling, maar ook je strategische doelstelling. Ja? We hebben bewust voor gekozen om een uitgebreid ondernemingsplan te schrijven. Omdat het ons dwong om heel goed in detail na te denken over wat nou precies onze onderneming zou zijn en hoe we het voor ogen zien. En dat is absoluut heel belangrijk geweest en nog steeds heel belangrijk. Hebt u het zo uitgebreid gemaakt omdat de bank daarom vroeg? Nee, eigenlijk niet. Want wij wilden absoluut niet in het begin afhankelijk zijn van leningen van een bank. Dat betekent dat we het gedaan hebben eigenlijk voor onszelf. Omdat wij het zelf heel belangrijk vonden. Als je start, dan moet je goed starten. Omdat er natuurlijk toch heel veel risico's aan verbonden zijn. En het belangrijkste onderdeel was te bepalen wat is nou precies je doel. En dat begint eigenlijk bij je persoonlijke doelstelling. Waarom wil je persoonlijk een eigen bedrijf starten? Nou, voor ons was dat dus het belangrijkste, de vrijheid die het met zich meebracht. En op basis daarvan ga je bedrijfsdoelstelling definiëren. En het tweede wat heel belangrijk was, was de interne en de externe analyse. Op basis van die analyse hebben we in kaart kunnen brengen wat onze sterktes, onze zwaktes zijn. En wat ook de kansen en de bedreigingen waren. En op basis van die analyse hebben we kunnen bepalen welke strategie we nou zouden volgen. Welke marketingmix, dus hoe we de 5 P's van de marketing hebben ingevuld. Hebben dat heel goed kunnen bepalen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste deel van ons bedrijfsplan geweest. Wat moet er minimaal in een ondernemingsplan staan? In een goed ondernemingsplan moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de markt, de grootte van de markt, de spelers op de markt, wie zijn de concurrenten, wie zijn de potentiële afnemers, om vervolgens aan te geven hoe het bedrijf zijn eigen marketingmix wil samenstellen, dus het prijsniveau, welke type producten of diensten wil je aanbieden. Zodat dat goed staat weergegeven in het plan. Verder is het belangrijk om aandacht te besteden aan de hele menselijke kant van het bedrijf. Hoe wil je organiseren? Doe je het met meerdere mensen of doe je het alleen? En met wat voor type mensen, wat voor functionarissen heb je dan nodig in de organisatie? Voor het is belangrijk als het een productiebedrijf is om na te denken over welke type productiemiddelen heb ik nodig. Wat zijn de kosten die daaraan verbonden zijn? En uiteraard moet een goed plan ook aandacht besteden aan geld. Hoeveel geld heb ik nodig? Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn de kosten? Om op basis daarvan een idee te krijgen over de winstmogelijkheden voor het bedrijf. Waar moet je op letten bij het schrijven van zo'n plan? Je moet in ieder geval aandacht besteden aan die verschillende onderwerpen. Je moet zorgen dat je het niet al te gedetailleerd doet, want de praktijk is weerbarstig. En dat betekent dat je bijna altijd afwijkingen krijgt in de praktijk. En dan is het dus belangrijk om bij het opzetten van je plannen te denken in orde van groottes en niet in te denken in termen van punten achter de komma's. Hoe uitgebreid moet dat plan zijn? Ik denk dat met een bladzijde of 10 à 15 dat je dan de belangrijkste zaken hebt kunnen omvatten. En wat moet je er per se niet inschrijven? Ja, dat is een lastige vraag, want dat heb ik dus in de vele honderden plannen die ik heb gezien nooit zien staan. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je een heel bijzonder product hebt met een zeer bijzondere samenstelling, wat anderen niet mogen weten, dat je daar zeer voorzichtig mee bent. En verder zullen ondernemers, voor zover dat überhaupt wenselijk is, maar mochten ze met oneigenlijke activiteiten bezig zijn, dan zullen ze dat niet in de plannen schrijven. Maar dan zou mijn advies zijn, begin er ook niet aan, want wat je niet in je plan kwijt kunt, daar moet je vraagtekens bij zetten of het wel verstandig is om dat te doen. We hebben met elkaar afgesproken, Desiree en ik, dat de grote evaluatie is 5 jaar na de start van de onderneming. Over het algemeen heb je voor een onderneming, om dat echt goed op poten te zetten, heb je 5 jaar voor nodig. En aan het einde van die 5 jaar moeten we gaan kijken, zijn we nog op het juiste spoor? Zijn wij degene die onderneming moeten continueren? Want het allerbelangrijkste is dat er continuïteit is in de onderneming. Dat is belangrijk voor de klanten, dat is belangrijk voor de toeleveranciers. En dat is gewoon belangrijk om het bedrijf te kunnen laten doorgroeien. Maar dat betekent dus niet dat Desiree en ik de juiste personen zouden moeten zijn per definitie om dat ook voor te zetten. Nou, na 5 jaar hebben we besloten, dat moeten we allemaal heel goed op een rijtje hebben. En hoe gaan we nou de doorstartfase in? Wij maken in het begin van het jaar met iedereen, met alle medewerkers, een plan voor de komende 2 jaar.
in dat plan komt dus weer dat doel te staan. Wat willen we bereiken? Welke segmenten willen we bereiken? Wat voor omzet willen we behalen met bepaalde producten? En we hebben dus op die manier weer die meetlat en kunnen daardoor onze prioriteiten stellen en kijken of wat we doen ook is wat we dachten dat we zouden moeten doen. Nu draait de winkel. Hoe belangrijk is het ondernemingsplan nu nog voor u? Belangrijk. Het is niet zo dat ik het elke week opensla om het nog eens door te lezen. Maar het hele systeem, de hele gedachte erachter, die is nog steeds aanwezig in onze zaak. Het klopt gewoon ook nog steeds. Behalve natuurlijk dat het eigenlijk al veel verder gegroeid is. Maar de gedachte erachter, wat we daarmee hebben willen bereiken, dat is nog steeds up-to-date. Bent u van plan het ondernemingsplan nog aan te passen? Dit ondernemingsplan voor deze zaak passen we niet aan. Dat klopt gewoon. Maar mochten we verder gaan, verder groeien, misschien een andere filiaal of iets anders, dan zullen we zeker weer een ondernemingsplan maken. Als je eenmaal bent gestart, wat is daarna nog de waarde van het ondernemingsplan of de functie? Het ondernemingsplan kun je zien als een meetlat met een doel wat aan het einde van de meetlat ligt. En wat je graag wil weten is of je op weg bent naar dat einddoel. Derhalve kan het heel zinvol zijn om met enige regelmaat te kijken of je nog op het pad zit wat je oorspronkelijk had uitgestippeld. Dan kan het zijn dat je tussentijds van dat pad afwijkt. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar dan moet je het wel bewust doen. En wat heel belangrijk is en wat ik vaak zie in de praktijk is dat de ondernemer zo druk bezig is met de dagelijkse werkzaamheden dat hij eigenlijk vergeet om te kijken naar wat was mijn einddoel en ben ik met de activiteiten waar ik nu heel druk mee bezig ben, zit ik daar nou wel mee op de goede weg naar dat einddoel. Ook in een hele praktische zin kun je het vertalen. Het kan helpen om te kijken of je bijvoorbeeld als je een financieel plan hebt gemaakt, of je binnen die financiële grenzen blijft opereren. En als je naar de markt kijkt, dan kan het zinvol zijn om bijvoorbeeld te zien aan de hand van dat ondernemingsplan en de stappen die je hebt gezet, of je ook daadwerkelijk bezig bent die positie in de markt te krijgen die je oorspronkelijk voor ogen had. Hoe vaak moet je er nog naar kijken? Ik denk als je dat één keer in het kwartaal doet en er dan echt even aandacht aan besteedt, al dan niet met een derde erbij, dat heel prima is om eens goed terug te denken. Zit ik op het juiste spoor? Ben ik met hoofdzaken bezig om datgene te realiseren wat ik graag wilde realiseren? Toen Arnold van der Leijden na een indrukwekkende carrière de bokshandschoenen aan de kapstok hing, startte hij zijn Promotions, een onderneming die alles met sport te maken heeft. Een goede voorbereiding leidde tot een succesvolle start. En de onderneming breidt zich uit. Er komen nieuwe activiteiten. In 1992 ben ik begonnen met Van der Leijden Promotions. Het is een organisatie en adviesbureau, eigenlijk een intermediair die zich bezighoudt met het organiseren van sportdagen, feesten voor bedrijven. En ik geef motivatietrainingen voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn we nu begonnen met een saunabedrijf, een ontspanningscentrum. Dat willen we eigenlijk creëren in de toekomst. En beide bedrijven willen we proberen om te integreren in elkaar. Waarom wilde u ondernemer worden? Er liggen parallellen met mijn sportverleden, met de boksport. Omdat als ondernemer moet je ook voor jezelf knokken, moet je voor jezelf opkomen. En is de weg om te presteren is vaak lang. En dingen die ik in de boksport heb gezien, zoals inderdaad strategie bepalen, je weg bepalen, een goed product neerzetten, zijn allemaal facetten die je in het bedrijfsleven ook nodig hebt. En dat intrigeert mij. En vandaar dat ik heb gezegd van ik wil iets voor mezelf gaan doen. Sportcarrière aan de kant, nu aan mijn maatschappelijke carrière werken. Hoe hebt u uw plannen uitgewerkt? Ja, onze plannen die hebben we eigenlijk uitgewerkt in een ondernemingsplan. En daar hebben we verschillende stappen in en verschillende projecten doorlopen. En we zijn gekomen tot een behoorlijk plan waarvan we zeggen dat willen we nu gaan uitwerken met een bepaalde strategie, met een bepaalde lijn om te komen tot ons einddoel. En dat is drie bedrijven integreren in elkaar, wat ik al zei.